De volgende initiatie, derde marge dan bij de standaardklasse divisie B. Sander Stevens mee. Als mee ook de 8-24 van Ronaldos. Rollen op bij zijn dak aan de binnenzijde. Blijft er een tweetal achter. Ja, wie is het? Nee, zijn we niet rijden. Die rij achteraan. Hij komt eruit, hij komt eruit. Mooi, mooi. Betekent dat hij de wedstrijd verder door kan. Sander Stevens aan de leiding met Frans van der Wicht. Gevolgd door de 831 van IJsbrand Dijkstra. IJsbrand die hier vandaag het doel rijdt, zowel in de Sprint 1600 als mede ook in deze divisie V. De Ford Focus die gisteren na de keuring nog het probleem had, de drukwiel aangedraaid gelopen. Auto weer opgeladen, mee naar Loosdrecht, nieuwe lager erin. En weer terug hier naar Terwolde. Sander Stevens is de 832 aan de leiding. Weer uit Bijlen voor de man uit Paaso, Frans van der Vecht, hij is Brand Dijkstra. En dat 24 van Ronald Bos uit Heimelen. Achterin dit veld met Sander 821, Michael Jansen. Kunnen uit Baarle-Nassau. Nog met verder terug de 811 van Joey de Rond. Koploper is Sander Stevens, Frans van der Vecht op 2. Hij is van Dijkstra 3. Als hier een 20 daar op pers hebben, dat Ronald Bos en de 807 van André Linker. Leid is daar en dan hebben we nog twee ronden te gaan met deze op 32 van Sander Stevens. Leiden dus in de laatste ronde, Sander Stevens, Frans van der Vecht die nog een keertje terugkomt. Met nog een halve ronde weer te gaan voor het beslissing van de DSC van de Drentse Autocross Club. Veld in die laatste ronde, dan krijgen we de eindsprint richting het zwart-wit geblokt. Is het Sander Stevens, Frans van der Vecht, komt er niet bij, Sander Stevens, Frans van der Vecht. En dan komt het 24 Rolopus, Sander van Dijkstra, André Linker. Gevolgd door de 841 op zijn bedrag de Rudy Bierman en Tijmen Hendricks. 830 finish van Mark Vermeer en 836 is een van de laatste dan. Arno van Mierlo, de allerlaatste met Stadtenbracht 121. Finish op van Marco Jansen. En 859 finish van voor Jan de Roet. Kunnen we uit Hoge Rijden.